Goedemiddag allemaal, horen jullie mij allemaal? Ja, oké, super. We zijn met veel, blijkbaar, een stuk of 40. Dat is heel tof, het toont ook wel dat het een thema is, die tieners die wel leeft in speelpleinwerk. En voor zover dat ik weet, een 60% ongeveer van de speelpleinwerking, of speelpleinen die ook een tienerwerking hebben, of die iets doen voor tieners. En het is ook, als je dan vraagt aan speelpleinen van wat is de volgende doelgroep die jullie eigenlijk wat meer zouden willen bereiken, dan zijn die tieners ook wel het populairste antwoord. En die tieners zijn ook een groeiende demografische groep. Dus er zijn meer tieners, je ziet ook aan de middelbare school, die hebben allemaal plaats tekort omdat er meer kinderen van die leeftijd zijn. Dus het is ook wel een groep die aantal aan belang wint. Dus vandaag gaan we het wel hebben over die tieners als groep. Het heet wel tieners van vandaag zijn de animatoren van morgen, maar zoals je in de beschrijving kon lezen, gaat het eigenlijk vooral gaan over wie dat tieners zijn en waarom dat ze zo zijn en wat je daar dan mee kunt doen als speelpleinwerking. Ik ga proberen mijn scherm te delen zo dadelijk. Als ik het goed heb, gaat Pieter van de VDS verslag nemen en gaat Sylvia, die niet jarig is, de chat bijhouden. Dus je kan tijdens de sessie vragen stellen in de chat. Ik weet niet in hoeverre dat voor mij makkelijk gaat zijn om die chat bij te houden, maar ik zou voorstellen aan Sylvia, in elk geval heb ik op het einde van de sessie zeker tijd genomen om vragen en antwoorden te beantwoorden via, die binnengekomen zijn op de chat, maar ook dat jullie zelf als deelnemers erop kunnen reageren live. Maar als het om een of andere reden beter past, mag Sylvia zeker altijd inbreken met een aantal vragen die op de chat gekomen zijn. Het is een beetje moeilijk om anders, ik weet niet of er veel vragen zijn, maar om die vragen bij te houden terwijl dat ik aan het presenteren ben. Oké, ik ga proberen mijn scherm te delen. Dan hoop ik op audio. Maar de host heeft dat onmogelijk gemaakt. In de vorige sessie was er een probleem dat je de rechten, allee, dat die persoon de rechten niet had om de presentatie te starten. Is dat bij jou ook zo? Ja, er staat host disabled participant screen sharing. Dan ga ik vlug even bellen daarvoor. Ja, oké, dan zal ik in elk geval al beginnen. Dus ja, het gaat over tieners. De bedoeling is dat we vooral wat praten over, ja, wie zijn tieners en hoe komt het dat ze zo zijn. Een beetje inspiratie halen ook uit hoe dat ze de publieke ruimte gebruiken, omdat dat ook wel iets zegt over hoe dat zij naar vrije tijd en naar elkaar kijken. Wat is spelen, wat is vrije tijd voor tieners? En op basis daarvan dan ook, ja, wat kan jij als speelpleinwerking daarmee doen? De eigenheid van tieners, hoe kan je die gebruiken voor je speelpleinwerking? Of waar moet je rekening mee houden als je een werking voor tieners opzet? Maar dan ja, nog een kleine coda over tieners als animatoren van morgen. En dan een hoop tijd die we kunnen gebruiken om nog vragen van jullie te beantwoorden of onderling ook uit te wisselen. We zijn wat tamelijk veel, maar ik denk dat eigenlijk wel kan. Het is niet dat we met 100 man hier zitten. Ja, dan zit ik natuurlijk al een beetje in de knoei met het feit dat mijn presentatie hier niet gedeeld kan worden. Misschien eerst nog even situeren. Ik ben Johan van Kind en Samenleving. Wij zijn een expertise- en kenniscentrum die onder andere inspraak en onderzoek doet met kinderen en met jongeren over vaak over publieke ruimte, maar ook heel veel over vrije tijd en spelen. We hebben 15 jaar geleden het speelpleinonderzoek gedaan bij
animatoren, speelpleinverantwoordelijken, ook bij kinderen. Dat was dan via observaties. En we zijn ook wel in een aantal gemeentes bezig geweest met ja, de band die er zou kunnen zijn tussen speelpleinwerking aan de ene kant en jeugdhuis aan de andere kant. Omdat die tieners, 12, 15, zitten een beetje in een leeftijd wat tussendoor. Aan de ene kant zijn die, is er niet altijd nog veel aanbod voor hen. Haken die ook vaak af uit bepaalde hobby's. En niet elke speelpleinwerking heeft ook nog een werking voor tieners. En het jeugdhuis is een beetje omgekeerd. Hè. Die bereiken die jongeren nog niet. Die zijn nog een beetje te jong om naar het jeugdhuis te gaan. Vaak alles maar omdat ze geen alcohol mogen drinken. Die drempel is ook groot. En een aantal projecten zijn we dan gaan, ja, een soort vooronderzoek gaan doen van waar zitten de mogelijkheden voor speelpleinwerk en voor jeugdhuizen in die tussenleeftijd. Johan, ik ga even inbreken op jouw uitleg. Ja. Kan jij de breakout room verlaten of lukt dat niet? Ik zal dat even doen en ik zal proberen terug te komen. Ja, als het lukt, enkel de breakout room verlaten, dan gaat Sam u de rechten geven en u er terug insteken. Als dat niet lukt, volledig Zoom en terug inloggen op de meeting. Ja, dat zie je. Voilà. Tieners, ja, wie zijn ze en waarom zijn ze op die manier? Of waarom zijn ze zo? Ik ga gewoon even een banaal filmpje van een speelplein Joepla over een tieners. Oké, enthousiaste en iets minder enthousiaste tieners. En ik zou eigenlijk aan jullie willen vragen om, dat als jullie een gsm of een ander toestel in de buurt hebben, om even naar slido.com te gaan, of slido werkt ook, en daar die code in te typen dat je hier ziet, maar ik ga ook mijn andere scherm delen daarvoor. Of je kan ook die QR-code scannen, zodanig dat jullie even, het mag toch een klein beetje interactief zijn, dat jullie op die site kunnen. Ik ga even diezelfde site dan zelf openen. Voilà, dat is dan deze. Dus je kan die code scannen met je gsm of je kan naar slido.com gaan en dan die code 69729 intikken. En dan zou je moeten, als het goed is, voilà, we zijn er al aan het komen. Wat woorden, probeer zoveel mogelijk aparte termen in te tikken, niet te lang. Waaraan denk je direct als het gaat over tieners? Wie zijn ze? Wat doen ze allemaal? Hoe zijn die? Waar zitten die allemaal? En je kan gerust meerdere antwoorden geven. En je ziet die dan ook verschijnen ondertussen. Oké, ik zal de poll even opsluiten. Dankjewel voor jullie... Kan ik dat niet meer zien? Dankjewel voor jullie bijdrage. Chillen, zoekend, pubers, hangen, hormonen, sociale media, TikTok is hier nu even wat kleiner geworden ondertussen. Zeggen wat dat ze denken. Peer pressure, ik denk dat we hier eigenlijk al heel veel belangrijke dingen in staan hebben. Hè. Tieners, het zijn wel net gewone mensen, maar het is toch een beetje een speciaal geval. Ze zijn heel erg zoekend naar een identiteit, naar wie ben ik en wie ben ik in de groep. Die peer pressure zit dat dan heel, heel sterk op. Die vrienden die veel belangrijker worden dan de ouders in die leeftijd. Maar ook heel erg wisselvallig zijn een eigen plek aan het zoeken. Een beetje eigenzinnig, hangt naar vrijheid. Maar toch ook... het staat er ook wel tussen. Nee, onzeker, beschaamd. Die peer pressure heeft dat natuurlijk ook veel met te maken. Hè, van, wie ben ik en kan ik dat tonen wie dat ben? Of durf ik dat nog niet zo goed? En bij wie kan ik dat dan doen? Dus daar zijn ze heel sterk mee bezig met die verbredende leefwereld.
van ja, tussen de vrienden gaan staan en wie ben ik daar dan in? Dat chillen dient daar eigenlijk voor. Hè? Dat is eigenlijk met elkaar optrekken, rondhangen met vrienden, een beetje aftasten van wat is er leuk, wat vinden we leuk, wat gaan we doen. Vaak gaat dat ook gepaard met grenzen opzoeken, dat staat of stond er ook ergens wel tussen. Een beetje uittesten van wat kan er. En allee, dat is eigenlijk toch wel een sterke eigenheid van tieners die een beetje overal tussenin zitten. Dat is niet meer, dat zijn absoluut geen kinderen meer, die zijn helemaal anders aan het worden. Maar doen dat op een heel eigen manier, op een heel vaak zichtbare manier. En vaak op een manier dat we niet goed vat op krijgen. En die hormonen hebben daar zeker ook wel een rol in hoe wisselvallig dat die daar vaak in zijn. Daar kom ik subiet wel nog op terug. Dus die zitten vaak wel ergens tussenin. Geen kind meer, maar ook nog niet die 16-plussers die alweer andere dingen doen. En vaak zie je dat ook in wat ze dan doen hè, als tieners. Een favoriete plek, dat is nog niet zo op café gaan of zo. Dat is nog niet echt aan de orde. Dat ligt vooral thuis, in je kamer zitten, gamen, social media, in de zeetlangen. En met je vrienden gaan afspreken en kijken wat dat die interessant vinden. En dat zie je ook in speelpleinwerk. Vaak zitten die ook nog op een plek van die mogen ook nog niet heel de dag alleen thuis blijven. Misschien wel een hele dag, maar niet een hele week of hele vakantie. Dus voor hen is speelplein ook vaak nog een soort opvang, ook al zijn ze daar absoluut allergisch voor die term. Maar het is toch ook een moeilijke groep die er vaak wat tussenuit valt, omdat ze er wat tussenin zitten. Je ziet heel vaak dat gemeentes weinig aanbod hebben voor tieners. Voor kinderen is er heel veel aanbod. Voor jongeren is er ook weer een nieuw aanbod. Maar voor die tieners, die 12, 15 jaar, is dat vaak toch een stuk moeilijker. En die tieners die beseffen dat ook wel. En die zeggen zelf ook van, als je kleiner bent, dan weet je, dan vind je alles wel tof en is er heel veel te doen. En weet je wat je leuk vindt. En als je ouder bent, dan ga je ook weer andere dingen doen en vind je toffe dingen. Maar op onze leeftijd, die dingen voor kleine kinderen die zijn niet meer leuk. En die voor ouderen, jongeren, die vinden we eigenlijk nog niet helemaal comfortabel. Daar zijn we ook nog niet helemaal aan toe. Dus we vinden ook zelf moeilijke dingen om te doen. En aan de andere kant is er dan ook dat aanbod van jongeren die zeggen, er is voor onze leeftijd ook gewoon niet zoveel te doen. Het is allemaal wel voor kleinere kinderen, wel voor oudere kinderen. En dat zie je natuurlijk op speelplein ook wel aan terugkomen. Zoals dat ze hier ook zeggen in het filmpje. We hebben hier veel voor kleine kindjes, maar weinig voor grote kindjes. Nu, hoe komt dat? Dat die daar zo wat tussenuit vallen? Ik wil nog even, jullie hebben normaal denk ik bij de materiaal voor deze studiedag ook de enquête gekregen die deze zomer gebeurd is bij speelpleinen. Over de coronazomer en hoe jullie die als werkingen zijn doorgekomen. En toch een van de meest opvallende resultaten daarin was dat 1 op 3 van de speelpleinen een stuk van hun werking niet heeft kunnen doen door de aandacht die ging naar corona. En omdat er allerlei extra aandacht, extra animatoren ook dikwijls nodig waren om ons in goede banen te leiden, zijn een aantal stukken van werkingen niet kunnen doorgaan. En een paar keer was dat over bijvoorbeeld Audi-werkingen, maar eigenlijk bij bijna alle werkingen ging dat over een tienerwerking die niet is kunnen doorgaan. Of een tienerwerking die dit jaar gepland was om op te starten en die niet is gestart. Dus dat zijn ook vaak kwetsbare werkingen, omdat die ook vaak wat minder kinderen aantrekken, omdat die wel veel aandacht vragen voor een wisselend succes. Dus dat zijn werkingen die er ook vaak als eerste tussenuit vallen. Dus die tusseninpositie en dat tussenuitvallen is toch iets wat tieners ook zelf aan de lijve ondervinden en wat daar heel veel werkingen ook mee worstelen. Nu, waarom zijn die zo? Het is
Eigenlijk heeft dat heel veel te maken, geen toeval, maar heel veel te maken met een brein dat op die leeftijd zo sterk in verandering is. Eigenlijk wat dat er gebeurt in de puberleeftijd, in de tienerleeftijd, is dat een brein echt in een soort resetfase gaat. Er zijn een hoop dingen die weggesnoeid worden, die niet meer zo belangrijk zijn, die dan een beetje verdwijnen, en andere verbindingen, nieuwe verbindingen die in de hersenen gelegd worden. Op een andere manier dan in de kindertijd. Hè. Ook kinderen, hun hersenen zijn voortdurend aan het groeien, maar dan is dat echt meer groeien en meer verbindingen leggen. Bij de tieners wordt een hoop terug weggehaald eigenlijk, en is een soort reset, beginnen we terug van opnieuw. Waardoor dat die eigenlijk een aantal dingen heel goed kunnen. Die zijn supergoed in imiteren, in dansjes aanleren bijvoorbeeld, en nadoen. Dus die zijn heel goed in een aantal leerprocessen, nieuwe talen leren, zijn die eigenlijk ook weer beter in dan kinderen. Die zijn vaak heel creatief, heel ronduit ook in wat dat ze doen. Ook omdat ze loskomen van vaste patronen. Kinderen zijn zo voorspelbaar, omdat die leren heel veel door vaste patronen over te nemen. En kinderen doen dat, en dan weet je ook heel makkelijk wat je aan kinderen hebt of zult hebben. Bij tieners is dat niet meer het geval. Die zijn ervan aan het loskomen. Met gevolgen natuurlijk dat die aan de ene kant creatiever zijn, maar aan de andere kant ook een stuk wisselvalliger gaan zijn. En dat heeft ook een hoop ambetantigheden. Die reset van dat brein gebeurt niet aan hetzelfde tempo allemaal. Er zijn stukken van het brein die sneller gaan evolueren, of sneller reageren, of hevig reageren dan anderen. En bijvoorbeeld de emoties... verandert er veel meer in het brein dan het rationele. Dat komt wel later. En dan zijn er ook nog een keer de hormonen die daarin een rol spelen in dat emotionele. Waarin je natuurlijk ziet dat er heel veel... dat er hier heel veel moeilijke dingen, stemmingswisselen en zo, dat die veel makkelijker gebeuren dan een rationele gedrag. Die stemmingswissel is zo typisch iets voor plus 14, nog niet zo sterk bij de jongere kinderen. Maar wat je bij alle tieners wel heel sterk hebt, is dat die heel sterk in het hier en nu leven. Het moet allemaal nu gebeuren. Het kan niet wachten. Dat is iets dat kinderen eigenlijk beter mee om kunnen dan tieners. En zeker bij de jongere tieners, hebben die heel moeilijk, en dat heeft te maken met de groei in de hersenen die niet voltooid is, met het onder controle brengen van impulsen. Die verbindingen zijn nog veel minder goed gemaakt. Er gebeurt iets en die moeten daar direct op kunnen reageren. En dat gaat een beetje samen met het beloningssysteem in de hersenen dat heel sterk geactiveerd is in de puberteit. De ene beloning naar de andere. En denk aan sociale media. Dat zijn likes of dat zijn het volgende filmpje dat er aankomt en dat misschien te interessant is. Je TikTok is daar ongelooflijk goed in. Dat is het ene filmpje na het andere. En eigenlijk is dat iedere keer een nieuwe impuls dat je krijgt. En het is heel moeilijk voor tieners om daar niet te stoppen. Die beloning, dat is ook iets wat dat maakt ons ook voor volwassenen, dat die social media vaak zo verslavend zijn. Maar bij tieners is het geen toeval dat dat voor hen nog veel sterker het geval is. Ook die likes die voor hen zo sterk werken, dat heeft heel veel te maken met het feit dat die heel gevoelig zijn voor beloning, veel minder voor straf. Ook heel typisch nog voor tieners is dat die zich zeer goed kunnen concentreren als ze gemotiveerd zijn en ook heel efficiënt kunnen werken. Maar als dat niet het geval is, dat die niet gemotiveerd zijn, zijn die ook gewoon minder goed in taken doen en zich concentreren. En nog een laatste typische die daar op zijn kop staat, is dat tieners heel moeilijk hebben om emoties te lezen en om gezichten bijvoorbeeld te interpreteren. Ze gaan heel snel denken van gezichten dat die boos zijn of dat die een beetje agressief zijn. Ook al zijn die gezichten neutraal, bij tieners is het dan iets in de hersenen dat prikkelt van die zijn hier boos of die hebben het slecht voor met mij. Of mensen die het vervelend vinden of een beetje geïrriteerd zijn, die gaan ze heel snel als boos naar hen toe interpreteren. Dan hoor je wel heel vaak van tieners van we komen daar binnen in de bibliotheek en die zijn direct boos op ons. Vaak heeft dat ook wel te maken met een soort interpretatie van dat ze eigenlijk nog niet echt heel goed kunnen lezen, dat ze een beetje te persoonlijk ook opvatten.
Dus er is een hoop in het brein dat verandert. En natuurlijk is er een hoop in ja, die identiteitsvorming die verandert. Die zijn heel erg veel bezig met zichzelf. Daarom wordt die eigen kamer ook zo belangrijk voor tieners. Maar tegelijk is sociale interactie alles voor hen. Of tenminste, sociale interactie met hun leeftijdsgenoten, met vrienden. Ouders, dat is maar gênant. En jongere kinderen, dat is het ook niet. Maar hun leeftijdsgenoten zijn heel belangrijk voor hen. Zeker voor jongere tieners die zich los gaan maken van hun ouders en die vrienden. Die worden een soort nieuwe familie, de best friend forever enzovoort. Dat wordt een soort nieuwe in-group, waar ze zich mee gaan binden. Maar zeker jonge tieners, 12, 13-jarigen, die gaan heel sterk ook willen conformeren. Die willen niet uit de groep vallen. Die zijn daar zeer gevoelig voor groepstuk en voor zo niet willen afgaan tegenover hun vrienden of leeftijdsgenoten. Dat speelt veel sterker bij jonge tieners dan bij de iets ouderen. Die gaan al meer hun eigen identiteit ontwikkelen, die niet per se moet zijn wat dan hun vrienden of hun leeftijdsgenoten allemaal ook zijn. Je mocht dan een keer wel uit de toon vallen of afwijken of opvallen. Dat kan geen kwaad. Aan de andere kant zijn dat ook al tieners die wel heel sterk vatbaar zijn voor groepstuk in de zin van zijn leeftijd, dat ze stilaan wat meer risico's beginnen te nemen en dat gaat veel sterker het geval zijn als die vrienden samen zijn. Toch ook wel ja, benadrukken van, ik heb het hier heel de tijd over tieners als leeftijdsgroep, maar de tiener, dat bestaat absoluut niet. Alleen al in leeftijdsverschillen tussen 12 en 15 is dat gigantisch. Als je jongeren ziet binnenkomen op de middelbare school, in het begin van het jaar zijn dan nog kindjes. En tegen het einde van datzelfde jaar zijn die eigenlijk al echte pubers geworden die heel anders reageren op de dingen. Dus alleen dat leeftijdsverschil maakt veel in ontwikkeling, maar ook in wat ze thuis mogen. En al dat niet mogen is ook wel ja, iets wat tieners gigantisch in verschillen van wat mag ik al doen, wat zou ik eigenlijk al willen doen. Maar dat is ook niet altijd wat ze al zelf al gaan durven of gaan kunnen. Dus niet dat tieners ja, die willen loskomen van thuis, maar die gaan nog niet op café gaan. Dat is nog een stap te ver. Ze gaan proberen dingen daartussenin te vinden. Ja, los daarvan zijn tieners natuurlijk net zo divers als dat wij zijn. Je hebt tieners die, ja, die vooral thuis bezig zijn. Je hebt tieners die proberen hun grenzen al te verleggen, die hun omgeving gaan willen verkennen. Een onderzoek dat we gedaan hebben in de vrije tijd bij kinderen, jongeren en tieners in Brussel, hadden we dan zo 3 vrije tijdsprofielen gemaakt. Dat is maar 1 van de mogelijke profielen dat je kunt maken. Maar je hebt toch een aantal tieners die echt huismussen zijn, die veel thuis zitten, die zich daar ook wel oké voelen, maar die het wel moeilijk hebben om ook een drempel over te gaan naar buitenshuis. En die zich eigenlijk ook wel vaak vervelen, maar ze vinden niet goed alternatieven. Die zijn ook wel meer alleen bezig. Je hebt daarentegen de socializers, dat zijn echt bezige bijen. Die zijn voortdurend met van alles bezig, hebben ook nog wel veel uithuizige hobby's. En weten eigenlijk altijd wel wat gedaan, samen met anderen. Dus die zoeken ook dat sociale op buitenshuis. Je hebt dan ook wat dat wij hebben genoemd, de outdoor kids. Dat zijn wat meer de rondhangers. Degene die een vertier buiten zoeken, want als ze moeten thuis blijven, vervelen ze die zich te pletter. Maar die niet altijd per se echt in georganiseerde vrije tijd gaan bezig zijn. Dat is maar 1 van de mogelijke opdelingen die je kunt maken tussen ja, tieners van ja, verschillende soorten tieners en verschillende soorten vrije tijdsprofielen. Dat is nog een beetje los van ja, de verschillende soorten achtergronden, woonomgevingen van tieners. Ook jongens en meisjes die vaak wel andere interesses hebben. We zien ook dat meisjes ook in die leeftijd nog minder buiten komen over het algemeen dan jongens. Die zijn minder buiten te zien in publieke ruimte dan jongens van die leeftijd. Dat begint al bij 9 à 10 jaar, dat je plots minder meisjes ziet buiten spelen dan jongens. Ook minder ja, meisjes die zich verplaatsen of in de publieke ruimte zijn. En dat zie je nog altijd op de leeftijd van 12, 13, 14 jaar. Daarna is dat er een stuk evenwichtiger. Bij de jongeren vanaf 15 zijn die meer buiten. Dus die meisjes die hebben wel andere ja, soorten sociale netwerken of andere bezigheden dan die jongens. Dus daar zit ook wel veel verschil in. Het is wel belangrijk om dat ook met je werking te zien. Ja, heel even over als we kijken hoe dat ja, tieners de publieke ruimte gebruiken. Dat is toch ook wel iets wat ik nog wil meegeven.
Ook dat is wel heel, heel typisch. Hè. Als je gaat vragen van tieners, waar hangen jullie rond? Dan gaan ze heel vaak de belangrijke plekken in hun gemeente noemen. Dat zo, ja, plekken zijn eigenlijk het Kruidvat of de Carrefour. Of de Bijou, dat je daar geschreven ziet staan. Dat is een frituurinterview. Snacks, nachtwinkels enzovoort. Vaak zijn volwassenen een beetje... Ook als je dan naar beleidsmakers en schepen van die gemeente gaat, is dat van, wow, zijn die bezig met dat soort banale plekken? Maar voor tieners zijn dat heel belangrijke plekken vaak. Banale plekken, maar die ook sociale plekken zijn, die echt ontmoetingsplekken zijn. En je ziet hier een beetje op die kaart onderaan geschreven, de belangrijkste plekken in te vuren voor die tieners dat wij bevraagd hadden in de middelbare school, dat was het Kruidvat. Omdat ze elkaar daar ontmoeten, ook omdat tieners van verschillende scholen daar samenkomen. Je gaat er binnen om een keer iets te kopen van iets op te drinken of iets op te snoepen. Ook dat is een belangrijke aantrekkingspoor voor tieners. Consumeren, iets eten, iets drinken. Die pizzeria, die frituur, die bijou. Dat zijn ook manieren waarop dat tieners deel kunnen zijn gewoon van de samenleving, van de maatschappij, door te consumeren en door er ook te mogen zijn. Hè. Dat zijn eigenlijk heel tienervriendelijke plekken. Zaken zoals Kruidvat of een frituur. Bij dat Kruidvat ligt ook een bushalte, dus dat is ook een belangrijk ontmoetingsplek voor tieners. Dus dat zijn eigenlijk echt knooppunten in die gemeente waar dat tieners veel rondhangen. Dus heel publieke plaatsen. Tegelijk zijn er ook plaatsen die ietsje minder publiek zijn. Bijvoorbeeld de WIP, dat is zo'n schietstand, zo'n liggende WIP of een staande WIP. Met vergeten hoe dat daar was in te vuren. Een soort parkje met wat groen er rond. Waar dat tieners vaak een broodje na school... dat ze gekocht hadden in het Kruidvat of de rond, gingen gaan opeten. Een beetje een eigen tienerplaats, maar nog tamelijk centraal, nog tamelijk in het zicht gelegen. Dat speeltuintje dat ernaast ligt, en ja, een soort crossparcours van BMX, dat was ook zoiets waar je naartoe gaat, echt om met leeftijdsgenoten af te spreken, maar nog altijd tamelijk in het zicht. Als je niet in het zicht wil zijn, dan ga je naar het park. Het park van Tervuren, zo'n mooi, chic park. Een beetje verder uit het centrum, verder van alles weg. Daar ga je naartoe als je met je dief wil afspreken. Dat is een beetje meer verborgen. Niet zo in zicht, maar wel nog een belangrijke tienerplek. Waar dat tieners ook vaak naar vragen, is een plek om binnen te zitten. En de Warandepoort, dat is het cultureel centrum en de bibliotheek in te huren. Dat was dan een plek waar dat zij soms naartoe gingen. Maar als ze vaak een beetje buiten gekeken werden door het personeel, niet helemaal welkom, maar het is wel de ideale plek om even binnen te zitten als koud is, als het regent. En toch dichtbij de bushaltes en dichtbij het centrum van Tervuren zelf. Wat je daar in dat soort plekken ziet, is eigenlijk een soort dubbel soort gebruik van de publieke ruimte. Tieners zijn, het typische ruimtegebruik van tieners is daar rondhangen. Tieners zelf gaan dat woord niet graag gebruiken. Tieners 12 tot 15 gebruiken dat ook veel. Ja, dat is iets wat de oudere jongeren doen. Wij hangen nog niet echt rond. Wij spreken meer af met vrienden. Eigenlijk is dat voor hen de overkoepelende term, afspreken met vrienden. Om te chillen, om niets te doen, om wat te gaan shoppen, window shoppen, om elkaar te ontmoeten. Maar dat is eigenlijk een heel zichtbaar gebruik van, ook altijd in groepjes dat gebeurt, van de publieke ruimte. Vaak op knooppunt, een deel van de publieke ruimte. Maar ook wel tegelijk die eilandjes, zoals dat speeltuintje daar, waar je eigenlijk op die momenten na school alleen maar de tieners ziet. Of eigen plekken, zoals dat park van Tervuren, waar dat een beetje meer verborgen is. Dus je hebt die combinatie van echt heel publieke plekken, waar dat je jezelf toont en ziet wat dat er allemaal gebeurt, heel zichtbaar bent en ook makkelijk anderen kunnen ontmoeten, want die passeren daar ook. En toch die meer eigen plekken van, dat zijn nu de plekken voor tieners die misschien ook een beetje meer in het verborgen zijn. Maar dat we ook dingen kunnen doen die volwassenen niet per se moeten zien. Je ziet dat soms in combinatie van dat soort ruimtes. Dat je hier ziet, zo van die portieken. Een foto dat ik genomen heb in Halle, waar ik woon. Heel dicht bij het station en bij de bushaltes. Waar je eigenlijk voortdurend die tieners voor of na schooltijd ziet staan. 'S Morgens en 's avonds, die staan daar. En die staan eigenlijk letterlijk in de weg van de deuren die daar links en in het midden zijn van die portiek. Dus die nemen die plaats ook een beetje in. Dus het is een heel publieke plaats, omdat vlak bij het station bij de bushaltes ligt. Maar tegelijk ook hun eigen plaats. En ze nemen die zich ook, ze nemen die heel letterlijk in. Ze eigenen die zich toe door daar zo
heel uitdrukkelijk te gaan staan, wat dat er eigenlijk deuren zijn om een appartement en een winkel binnen te gaan. Dus dat verknoopt voor mij een beetje dat openbare gebruik van de ruimte en dan meer besloten gebruik van ondertieners, alleen maar leeftijdsgenoten. En het is ook daar dat ze gaan staan kussen, bijvoorbeeld, zoals dat je dat ziet in die hoek. Of dat ze, er zijn er twee ook die een sigaret vast hebben. En dan meer wat verborgen gebruik van de ruimte. En eigenlijk toont dat wel een beetje hoe dat tieners de ruimte gebruiken. Er is gewoon een verschil tussen frontstage, tussen wat ik wil tonen, wat dat iedereen mag zien en iedereen mag erbij komen, en backstage, een beetje meer verborgen, een beetje achteraf. Niet met iedereen, is dat met dat kleine groepje die daar in dat portiek staat, bijvoorbeeld. En tieners doen dat in een sociale media gebruik ook. En ze hebben een eigenlijke Instagram-pagina, of real Instagram, Rinsta, die eigenlijk ja, ofwel publiek is, of voor een groot publiek bedoeld. Iedereen mag dat zien. Het is wat dat kan iedereen wil tonen. En dan Finsta betekent eigenlijk fake Instagram, maar eigenlijk is het de echte Instagram. In de zin van, daar kun je ook tonen wat dat je niet aan iedereen wil tonen. Kun je fails tonen, kun je tonen dat je er helemaal niet zo goed uitziet. Kun je mislukkingen tonen. Maar dat doe je voor een heel besloten groepje van vrienden, waar je goed bij voelt, waar je geborgen bij bent. Dat is eigenlijk een mooi voorbeeld van hoe dat tieners, en of dat dan gaat over publieke ruimtegebruik, zoals dat juist ook over een vrije tijd in het algemeen. Ze hebben stukken waar ze ja, heel erg publiek willen zijn, gezien willen zijn, willen ontmoeten. Er kan van alles gebeuren en je hebt het allemaal gezien. Maar ze hebben ook behoefte aan meer geborgen plekken. Waar ze onder elkaar kunnen zijn, een beetje uit zicht kunnen zijn. Heel vaak zijn dat ook parkjes, speelpleintjes, waar dat tieners die geborgenheid, die privacy willen gaan zoeken. Dus dat zie je eigenlijk zowel in de publieke ruimte, maar dat ga je eigenlijk ook wel op je speelplein terugzien. Tieners willen vaak een beetje gezien zijn op hun speelplein, willen een speciale status, maar willen ook volop deelnemen aan het speelplein. Maar aan de andere kant willen ze ook wat geborgen plekjes hebben en een beetje uit zicht zijn onder elkaar, zonder dat er per se animatoren willen tussenkomen. Als we dan gaan kijken naar ja, hoe deel je die zelf in een vrije tijd in en wat betekent spelen nog voor hen, dan zie je nog altijd redelijk wat tieners die nog altijd zeggen van ja, eigenlijk spelen wij wel nog. Wij gaan soms naar een speelpleintje om daar gewoon nog wat, ja, dat is niet meer spelen gelijk kleine kindjes, maar eigenlijk doen we dat wel nog graag. Je ziet dat een aantal tieners nog heel sterk in dat speelse zitten. Hè. Ja, wat mis ik in mijn gemeente? Dat is een speelplein, een werking voor tieners. Ik zit vaak op het speelpark, op het skatepark. Ik mis een speelstraat in mijn gemeente. Ik spreek af met mijn vrienden. Maar het is nog niet dat die dan per se hele speciale dingen voor oudere tieners gaan doen. Hè. Die zijn tieners die nog wel echt aangeven van ja, we spelen een beetje. Maar dat moet ook niet te veel in het zicht zijn. Niet alle tieners vinden al dun om zeggen van, ik speel nog. Dat is vaak nog in familieverband, in een eigen tuin, of op een plek waar dat kan. Een beetje half ironisch gaan spelen op een speelpleintje. Of echt in jeugdwerk. In jeugdwerk spelen tieners wel nog echt een nieuwe beweging op het speelplein. Maar vaak zie je dat een beetje een andere vorm begint te krijgen bij tieners. Spelen krijgt vaak een meer doelgerichte vorm. Spelen wordt sporten bijvoorbeeld, dat is competitief, dat is uitdaging. Uitdaging vind je ook in gewoon spel van kleinere kinderen, maar daar wordt dat een stukje doelgericht. Het is in het kader van een duidelijk sport bijvoorbeeld. Waar dat kinderen nog van alles leuk vinden en van alles gaan spelen, gaan tieners veel vaker voor één hobby kiezen. Maar aan de andere kant ook, ja, dan niets doen, dat rondhangen, dat een beetje rondrommelen. Wat dat eigenlijk veel meer een soort eigen soort spel, heel informeel gebruik is van die vrije tijd, van een heel eigen aan tieners. En vaak zit daar in dat rondhangen ook nog een stukje echt spelen. En, heel vaak, wat je op die foto links beneden ziet, een beetje fysieker aan elkaar gaan hangen, gaan trekken, elkaar uitdagen en wat testen. Heel typisch voor tieners is ook dat soort pranks die zo populair zijn op TikTok, van
Ja, je zal zo'n nummer op iemand niet vermoedend in de supermarkt zetten en dan ondertussen zelf ook een nummer opzetten, alsof dat je ook betrokken bent in wat dat er gebeurt. Dus dat soort ja, lolligheid dat tieners vaak leuk vinden, omdat ze daar zo die onzekerheid, de uitdaging, dat doen alsof dat je eigenlijk een gewoon spel constant vindt, trekken zij een beetje door naar hun eigen wereld. Je ziet in heel veel speelpleinen dat tieners dat soort spel eigenlijk nog wel interessant vinden. Dus hier een video van speelplein Bartje, gemaakt door tieners als een soort one-shot video. Het is maar één take, alles wordt in één keer opgenomen. Waarin dat je eigenlijk ziet dat tieners heel sterk het speelplein nog altijd als speelruimte voorstellen. Niet zozeer als iets heel apart, maar als wij tieners op het speelplein zijn, ook wel nog deel van de speelpleinwerking. Ik heb het niet helemaal laten spelen, maar anders in tijdsnood komen. Maar je ziet dus echt een speelplein als speelplek, dat tieners daar eigenlijk voorstellen. En dat is ook vaak wat dat de tieners die naar het speelplein komen nog heel sterk waarderen, dat ook nog kan, dat spelen. Aan de andere kant heb je, als je aan tieners vraagt van ja, een tienerwerking, hoe zou die er moeten uitzien? En die hebben niet per se veel ervaring met tienerwerking op het speelplein. Gaan heel vaak naar wat meer duidelijk afgeleide activiteiten vragen. Activiteiten waar dat ze dan weten van, ah, dat gaat er gebeuren, daar zijn we aan toe. Een poolparty bijvoorbeeld, race met winkelkaartjes. Dat is hier de rechterfoto, was ook een vraag dat we in Dexmuid hebben gedaan. Dat was het idee van die tieners van, ja, we moeten een soort cinema maken. Smudde cinema. Maar voor met drie zalen voor kinderen, voor tieners en voor de 16-plus of de 18-plus. Dus eigenlijk wel weer hun eigen leeftijdsgroep, wat als ze dan een hele cinema-ervaring kunnen krijgen. Want het is niet alleen film, er is ook een drankje bij, popcorn enzovoort. Dus tieners gaan eigenlijk heel vaak niet alleen vragen naar spelen op zich, maar ook naar heel duidelijke activiteiten. Dus ja, de dingen die je kent van de schopwerking eigenlijk. En ze gaan dat ook vaak verbinden met speelpleinwerking op zich, hè, dat ze daar eigenlijk naar vragen. Dus ja, hoe kun je daar nu als speelpleinwerking mee omgaan? Ik ga nog heel even een korte poll houden. Om een beetje zicht te krijgen op... wie dat jullie precies zijn en of dat jullie zelf een speelpleinwerking hebben. Dus hier een poll dat je nu terug op je gsm of je ander toestel zou moeten kunnen krijgen, waar dat je kunt invullen van, wij hebben al een tienerwerking en dat loopt goed, of
zijn van plan om er een op te zetten, of ja, het gaat eigenlijk niet zo goed met de tienerwerking. We hadden er vroeger een, of, maar dan niet meer. Oké, ik ben blij om te zien dat ongeveer bijna een helft van de mensen hier een tienerwerking heeft die goed loopt. Bij een aantal is het helemaal omgekeerd, er is een tienerwerking, maar daar zijn toch wel wat problemen mee. En heel wat hebben ook de intentie om er een op te zetten. Dit jaar gingen er een aantal werkingen beginnen met tienerwerking, maar is al dan niet dan doorgegaan door corona. Als je vraagt aan tieners die al op het speelplein komen, van ja, wat vind je eigenlijk leuk aan het speelplein, dan zeggen die vaak, ja, ah ja, dat is gewoon, ja, dat is tof, onze vrienden zijn hier. Dat is het eerste wat ze aan denken, die vrienden die er zijn. Ook de vrijheid waarderen tieners heel sterk van. Je kunt hier rondlopen, je kunt een beetje doen wat je wil. De connectie met de animatoren. Zeker ja, dat babbelen met animatoren, die zijn nog net iets ouder. En met tieners kun je al, die tieners praten ook al over andere dingen dan kinderen. Dus dat waarderen die ook al heel sterk, dat die band kunnen maken met animatoren. En wat er ook altijd terugkomt, is, ja, wij mogen hier wel wat meer dan kinderen. Dat vind ik natuurlijk heel tof, dat ze bijvoorbeeld af en toe wel een gsm mogen bovenhalen. Dat ze binnen mogen zitten, ook al is het mooi weer, dat ze een eigen lokaal hebben, een eigen stuk van terrein hebben, dat hun activiteiten wat anders apart worden voorgesteld. Dat zijn wel dingen dat tieners heel sterk waarderen. En het feit, ja, we kunnen hier een beetje ons eigen ding doen, dat het zicht zijn. Het aanbod afspreken is eigenlijk iets minder op als je vraagt van wat vinden jullie leuk. Allee, dat vinden ze zeker ook wel, dat is dan die eigen tienerwerking, maar dan gaan ze eerder verwijzen naar die eigen plek en die eigen groep. Dat is natuurlijk wel een belangrijke de aanbod. Omdat je eigenlijk als werking wel ervaart van dat model van met team, van met kinderen, dat werkt eigenlijk niet meer. Kinderen kun je een beetje voor alles wel enthousiast laten worden als het nieuw genoeg is, als het leuk genoeg is. Die doen wel mee. Voor tieners is dat moeilijk. En het is ook heel moeilijk om tieners nog nieuw te gaan aantrekken op terrein als die niet al als kind komen zijn. Die zijn op die leeftijd echt juist bezig met dingen af te stoten, met een keuze te maken. Die hobby doe ik nog voor, maar de rest heb ik eigenlijk geen tijd meer voor. Mijn vrienden zijn belangrijk te antwoorden. En vaak is dat voor die tieners die het speelplein niet zo goed kennen, ja, is dat speelplein te vaag. Die weten niet goed van, ja, wat is dat, zo'n speelplein? Het speelplein gaan, ja, dat duurt dan heel de dag, maar wat gaat daar te doen zijn? Maar wie gaat dat zijn? En die tieners gaan eigenlijk vooral vragen naar een soort duidelijke activiteiten, gaan laser shooten, paintballen, naar het zwembad of dat soort dingen. Eigenlijk dingen die wij vaak met swap-activiteiten gaan associëren. Voor hen is een dag of een week op het speelplein is een beetje te vaag en te lang. Terwijl dat heel veel tieners die het speelplein kennen, juist die vrijheid gaan waarderen van er kunnen misschien echt swap-achtige activiteiten zijn, maar je kan ook dingen gewoon op het speelplein doen. En je hoeft niet altijd zo, het is niet altijd zo strikt geleid. Dat gaan die vaak uitdrukkelijk waarderen aan het speelplein. Er zijn speelpleinen die daar wat de weg in zoeken en die een tienerwerking als een soort halve swap-activiteit organiseren. Bijvoorbeeld, je hebt in Vilvoort op het speelplein heb je daar de tienerwerking mishmash. Het is niet alleen de tienerwerking op het speelplein in de zomer, maar het is ook doorheen het jaar door heet die tienerwerking ook mishmash. En dat is voor tieners wel heel ja, herkenbaar dat die die werking die heet altijd hetzelfde, of dat dan nu de speelpleinwerking is of een tienerwerking door het jaar door. Die hebben een aantal activiteiten, maar ook een soort speelpleinachtige werking. Activiteiten ter plekke of een aantal uitstappen dat die doen. Die communiceren daar ook over. En zeker dat veel van jullie werking dat ook doen via Instagram. Met dan altijd een soort ja, smaakmakers van deze week gaan we dat doen, zonder al alles te verklappen. Ik zie dat ik een beetje in tijdnood kom.
Ja, als we naar het aanbod kijken, maar ik ga die even overslaan op dit moment. Dan zie je eigenlijk veel van dat soort dingen hè, voor tieners. Ja, wat ruiger spel, wat meer spel in groepjes, jongens tegen meisjes. Ongewone dingen dat je anders niet kunt aanbieden of dat je thuis niet kunt organiseren. En nacht met heel die groep slapen op het speelplein. Iets doen voor anderen. Zelf een zwembad maken op het speelplein. Zelf een spook opmaken voor de andere kinderen en die dan schrik aanjagen. Ongewone dingen, een auto dat je van de brandweer hebt gekregen en dat ze gaan gebruiken om te laten uitbranden, waar je dan kunt beschilderen, workshops enzovoort. Dat zijn de activiteiten die heel vaak terugkomen op tienerwerking. Dus ja, het is een beetje een kwestie van ja, daar een weg in te zoeken. En dat is niet altijd gemakkelijk. Hè. Van, aan de ene kant heb je tieners die eigenlijk vooral wat willen rondhangen, ook op het speelplein, want dat kan daar perfect. En die, ja, een keer op dat speelpleintje willen en die wel een keer met een activiteit willen meedoen, want ze zien wel of dat leuk is. En je hebt de anderen die echt van een speelplein verwachten van ja, entertain me, geef me activiteiten. En liefst dan dingen wat ik weet, waarvan ik ja, weet van wat gaat dat zijn en met wie gaat dat zijn met een vaste groep enzovoort, van dat uur tot dat uur. En dat is natuurlijk de moeilijke, hè, van ze die eigenheid van die tieners te respecteren, van die als bijzonder te behandelen. Maar daarin ook ja, zowel de openheid hebben van actief bezig te zijn als te kunnen rondhangen. Van ja, tieners ook mee te pakken in eigen initiatief te laten nemen en die daarin te ondersteunen, wat die dan ook wel wat verantwoordelijkheid laten nemen. Bijvoorbeeld, ja, wat daar vaak gebeurt, is dat tieners mogen activiteiten voor kleinere kinderen ook een keer uitdenken en uitvoeren. Maar zonder dat je daar mocht van verwachten, want tieners van ja, we gaan dat nu structureel inbedden in onze werkingen. En naar verzekering doen is al niet zo evident. Maar ook ja, voor die tieners zelf, die willen wel zeker dingen doen. Zeker niet continu. Ja, wat dan een hele belangrijke is, is ook die band met die animatoren. Tieners waarderen dat heel sterk, dat ze met animatoren kunnen babbelen over van alles en nog wat. Die zijn net iets ouder, die weten al een beetje meer. Ze kunnen daar dingen aanvragen als het gaat over relaties en jongens en meisjes en dat soort dingen. Dus die waarderen dat heel sterk dat die kans er is en dat je ook animatoren hebt die daar, ja, sommige animatoren zijn daar ook, hebben dat ook graag en zijn daar graag mee bezig. Als belangrijkste zou ik willen meegeven van, vertrek vooral van wat willen uw tieners eigenlijk? Op wie wil je juist richten? Is dat die groep die nu al komt naar het speelplein en die je wil meenemen van lagere schoolleeftijd naar tieners? Of wil je van die tienerwerking iets anders maken? Wat wil je juist doen met die tienerwerking? Wil je gaan naar heel gerichte activiteiten die dropachtig zijn, die misschien ook makkelijker zijn van een grotere groep tieners? Of wil je toch vooral dat speelplein karakter bewaken en wil je vooral op dat speelplein bezig zijn over die tieners dan spectaculaire activiteiten gaan doen? Dus je kan die inspraak doen op het speelplein zelf, bij de tieners als je die hebt, maar zeker ook bij de oudere lagere schoolleeftijd, van wat verwachten die juist van een tienerwerking. Maar je kan dat zeker ook breder trekken. Je gaat naar school, bevraag daar in de leeftijd van het eerste middelbaar, wat zouden jullie op zo'n speelplein willen? Wat verwachten jullie daarvan? Is daar überhaupt kans dat je zou komen of niet? Is dat een verloren zaak? En we trekken ook in die bevraging animatoren. Er zijn animatoren die echt goesting hebben om met tieners om te gaan. Er zijn anderen die daar helemaal niet zien zitten, omdat die leeftijd niet klikt met hen. Maar sowieso allee, is de ervaring wel heel vaak van, ja, je moet eigenlijk voor tienerwerking een andere norm voor succes gebruiken dan dat je voor je gewone werking hebt. En dat maakt het vaak een beetje frustrerend. De ene keer heeft iets succes, de andere keer is dat een complete mislukking. Maar dat is nu eenmaal ook eigen aan tieners, aan het feit dat ze zelf zo wisselvallig zijn, dat ze de ene keer rustig en de andere keer niet. Maar ook het feit dat die ja, zo sterk aan elkaar hangen qua groepsdruk en qua ja, van ja, wel vinden we dat of nee, we vinden dat niet of ja, we hebben pech. En dus dat speelt daar veel sterker dan voor kinderen. Ja, ik merk dat ik een beetje het spijt me in tijdnood ben gekomen, maar ik zou eigenlijk toch wel nu vooral wat tijd willen maken voor jullie vragen die er zijn. En ik
Ik hoop dat Sylvia een beetje de chat heeft. Ja, er zijn op zich niet heel veel vragen in de chat gekomen. Enkel iemand die graag het filmpje van Dick Smeijden wil gebruiken, omdat hij op de jeugddienst in Dick Smeijden werkt. Mm-hmm. En ik denk dat Rani misschien dezelfde vraag zou kunnen hebben voor Beveren of anderen. Mogen zij jou contacteren daarvoor? Dat mogen ze zeker doen, ja. Ja. Ik twijfelde daar eigenlijk al niet aan. Ja. anders was er niet echt een vraag uit de chat, dus ik weet niet of er iemand nog een vraag heeft. Wat dat zeker interessant zou zijn van inspiratie om van ideeën voor een aanbod dat kan werken voor tieners of een aanpak. Allee, het hoeft daarom niet aanbod van activiteiten te zijn, maar een aanpak van hoe heb je de tieners bij jou betrokken. En ook eventueel de link naar animatoren. En we weten dat tienerwerkingen speelpleinwerkingen die echt inzetten op animatoren gaan recruteren en gaan betrekken bij je speelplein. Als tieners, dat die ook meer succes daarin hebben. En ja, de beste recept daartoe is een goede tienerwerking. Maar ook ja, het laten een keer een dag meedraaien van tieners in de werking als een soort animator. Dus ook is dat eigenlijk heel goed werkt, blijkbaar. Ik spot nog een vraag van Eva. Die heeft een vraag over het bereiken van tieners, omdat zij geen middelbare scholen hebben en of dat er ideeën zijn om ze toch te bereiken. Ja, ik denk dat dan vooral kwestie gaat zijn om die tieners toch via middelbare scholen ook te kunnen bereiken. Ook al zitten die een beetje verspreid, want dat zal een gemeente zijn waar dat er geen middelbare school is. Maar die tieners gaan vaak wel naar één of twee andere gemeentes waar er dan wel een middelbare school is. Dat is een optie. Aan de andere kant heb je misschien ook aan de ene kant nog werkingen voor kinderen wel in je gemeente, waar je op de oudere kinderen al je kunt gaan richten van ja, we willen iets doen voor tieners, wat zou dat kunnen zijn volgend jaar of over 2 jaar? Of er zijn misschien andere werkingen buiten het speelplein, waar je die jongeren toch ook wel, of die tieners ook wel kunt bereiken. Een schopwerking of een ander soort werking, een festival van tieners. Werken soms dat wel goed kan werken, een soort overloop tussen een schopwerking en het speelplein dat ook een tienerwerking heeft. De vragen beginnen los te komen. Ik ga ze gewoon chronologisch in de groep gooien. Ricky van Roeselare, die heeft een vraag rond corona. Waar dat tieners vorig jaar wel heel snel de weg vonden, vonden ze die dit jaar helemaal niet. Of dat er ideeën zijn of wat dat zou kunnen liggen naast de locatie die veranderd was. Ik denk dat in het algemeen is wel gebleken uit de bevragingen bij kinderen en jongeren die na corona gebeurd zijn, onder andere door het kinderrechtencommissariaat, dat vooral de jongeren, alleen de 12-plussers, heel veel sociale contacten beperkt zagen door die corona. Heel weinig vrienden zagen, minder. Alleen die hadden daar meer last van dan kinderen, die vaak nog wel beperkt zijn. Die hebben dan nog niet altijd een gsm, maar toch geven eigenlijk de jongeren, de 12-plussers, meer aan van ja, wij hebben onze vrienden niet veel gezien. Vaak hebben die ook een zetje nodig om ergens te gaan. Is het, doordat er een klassessie is, dat die weer met een klas contact krijgen. Bijvoorbeeld. Maar buiten de klas is dat vaak voor die tieners nog heel moeilijk om spontaan contacten te kunnen leggen. En dan is het misschien in afstand naar activiteiten ook weer een stuk groter. Ik spot nog een vraag van Bernice over de overgang van tieners naar animatoren. Maar ik wil Bernice zelf de vraag laten stellen. Ik denk dat dat makkelijkst is. Nee? Grijp uw kans. Ah, Bernice, we horen u niet. Uw micro staat niet aan. Oké, goed. Ik probeer het. Ja, eigenlijk mis ik... Want het verhaal van tieners heb ik al verschillende keren gehoord. Ook verschillende keren door Kind en Gezin. Maar ik mis hier toch nog altijd hoe dat je van tieners tienerwerking naar animatoren kunt lopen. We hebben een hele goede tienerwerking gehad deze vakantie. Maar we merken bijvoorbeeld een van de tienerwerking die dan een animator is geworden, dat daar de grens heel, heel... eigenlijk niet zichtbaar is ten opzichte van de speelpleinkinderen. Of hoe moet ik dat zeggen? Als je goed begrijpt wat ik wil zeggen.
Dus je hebt een swapper dat dan uiteindelijk animator wordt, maar die heeft moeite om daar een grens... Plots is die animator en die kan die grens niet leggen van ik ben een animator en nu ga ik spelletjes met jullie spelen en niet meer... op een andere manier. Snap je wat ik wil zeggen? Ik ga heel even inbreken. We hebben nog 33 seconden en deze sessie wordt afgesloten. Kort antwoord, eventueel? Ja, misschien iemand die echt met iedere werking ervaring heeft en die overgang. Ja, ik vind het wel spijtig dat we zo niks over daarover gehoord hebben, eerlijk gezegd. Mm-hmm. Ja, wat we in elk geval merken is wat dat er best werkt, is daar echt op inzetten van een dag laten meelopen en dat ook met hen evalueren. Dat